In dit straatje, de Pinksterbloem in Apeldoorn, zit de kleine snackbar De Pinksterbloem. Op donderdag 10 maart 2011 plegen twee gemaskerde mannen daar deze overval. Een van hen trekt meteen een wapen, terwijl de andere nog even beleefd de deur achter zich dicht doet. De man met het vuurwapen bedreigt eerst de eigenaar. Die moet de keuken in. Daarna loopt hij naar de medewerkster bij de kassa. De andere overvaller bedreigt de eigenaar nog met een hamer. De medewerkster moet de kassa openmaken. De overvaller stopt het geld in een zakje van de snackbar. Hij wil het liefst de hele lade losmaken, maar als dat niet lukt, gaan de beide mannen er vandoor. Met geld en de achterste man gist zelfs nog wat snoep mee. Het overvallenteam van de politie in Apeldoorn heeft onlangs nieuwe informatie binnengekregen, waaruit blijkt dat er mensen rondlopen die weten wie deze waarschijnlijk nog jonge daders zijn. Hou niet langer uw mond en vertel de politie ook na al die tijd wat u weet.